Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernand Schraven en vandaag hebben we daarvoor aflevering nummer 43 hier in Italië. Heb je die vorige video in Nederland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Kan recht moet het ietsje, klik erop en zet die aflevering verschijnen. Voor ons was het een hele goede wedstrijd, voor Max helaas minder. En ja, hij stelt tot nu toe een beetje teleur, daar moet echt verandering in gaan komen. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gaming kanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke woensdag, zaterdag en zondag tot nu toe een video. Waarom? Ik ben nu even vrij. Dus ja, dan heb ik tijd om meer video's te maken en te uploaden. Dat had u echt niet verwacht. Dus vooralsnog, ook op de woensdagen een video om 1 uur. Dus zet gelijk dat belletje aan, zodat je altijd een melding krijgt wanneer een nieuwe video wordt geüpload. Hebben dus voldoende resourcepunten denk ik over om misschien een update te kunnen doen. Weet ik zo niet zeker. Er komen wel 2 updates binnen van de powertrain, dus dat zit wel goed. Ik heb ook wat inkomsten binnengehaald. En zeker Max werd helaas 11e in de grote prijs van Nederland. Dat was ontzettend jammer. Hij kwalificeerde ook niet al te best. Dus daar moet echt verandering in komen in Italië. Tot nu toe een heel dominant seizoen voor ons. Spoelende tijd even door. Er komt een update aan van de aerodynamica. En van de faciliteit is een update ook binnen. Pirelli Hot Lap slaan wij gewoon over. We hadden dus blijkbaar een fout. Daar hebben we wat resourcepunten over van gehaald. En dat vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Geen regen verwacht, dus dat is heel goed om te zien. Op het snelle circuit van Monza hoop ik de pole position te kunnen gaan veroveren. Het is in ieder geval geen goede uitgangspositie naar de eerste bocht toe. Of we moeten een wereldstart hebben, maar goed, eerst Q1 zien te overleven. Hopen dat Verstappen door kan gaan komen. En de Mercedes motor zit echt op zijn max. Dat hoor je ook gewoon, de toerenteller. Ja, die slaat gewoon op hol. Eerste bocht kon wat beter. Had hem daar te veel curbs meegepakt. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. En dan laten wij op dit moment de snelste tijd noteren met een 1.20.151. Prima ronde voor ons, maar Russell is sneller. 1.20.0. Voorlopig naar de tweede tijd. Nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. Gaan wij proberen om die tijd te verbeteren. We hebben wel last van verkeer. Nico Hulkenberg rijdt dus voor ons. Kunnen misschien daar een slipstream van pakken. Met de DRS. Logan Sargeant zit ook misschien te kijken, maar wij laten hem niet voorbij. En dan remmen wij hier dat gat naar Hulkenberg helemaal dicht. Kleine touché. Dan rijdt Richard Verschoor dus voor ons. Kunnen daarvan ook weer een slipstream gaan pakken. Zo zijn we al gelijk een 1/10 sneller dan onze eigen tijd. Helaas met rood in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit in Q1 en wij zijn 2/10 sneller dan onze eigen tijd. Van een P11 naar een 1/10 tijd volgens mij. Jazeker, we zijn dus mooi door naar Q2. Dat is goed om te zien. We komen aan dus bij Q2 met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. Ongeveer. De eerste bocht verloopt heel erg goed. Verstappen rijdt voor ons. Dus hopelijk kunnen we daar iets mee gaan doen. Op dit moment een 16e tijd. En de vlag hangt over 10 seconden uit met groen in sector 1 en 2. We komen dus aan bij start-finish. En dat betekent de snelste tijd. Jazeker. Voorlopig P1 in Q2. Dat betekent dat wij ook door zijn naar het laatste kwalificatiedeel met nog ongeveer 2 minuten en 30 seconden op de klok. We gaan het hier rustig aandoen, want mensen zijn naar buiten gegaan voor een outlap. En wij laten daar denk ik Carlos Sainz even mooi voorbij. We gaan daar aan de kant, maar Sainz raakt daar ons op het achterwiel. En dat betekent dat Sainz een voorvleugel kwijt is geraakt en moet naar binnen. Dat betekent einde kwalificatie voor de Ferrari-coureur, drama voor hem en het team. Leclerc op P8. Dus ja, Ferrari zit er niet al te goed bij.
Wij moeten het gaan proberen, maar schieten gelijk door in de eerste bocht. Heeft ons wat tijd gekost in deze cruciale ronde in Q3. Sainz dus naar binnen gedoken en zijn kwalificatie zit erop. Maar wij laten paars in sector 2 noteren. Dat betekent uitkomen richting dit rechte stuk. Wat kunnen wij nog doen? Dat is de vraag. Laatste bocht en de vlag hangt over een minuut uit. Nog steeds een tiende tijd. We komen bij start-finish. En dat betekent dat wij de pole position voorlopig hebben gehaald met een... Voor mij was het een 1.18.4, jazeker. En Verstappen komt gewoon 15e tekort. Maar goed, voor ons, het team, een prima kwalificatie. Jammer van Ferrari, jammer van Sainz. Maar goed, niet ons probleem. Op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. The third permanent circuit built anywhere on earth. Monza has always been special. Now it's been providing motor racing memories for a century. Welcome to the Italian Grand Prix. This place is all about speed. It is a unique challenge. You've got the chicane at turn one, the Varianti Ascari at turns 8, 9 and 10, and the Parabolica to conclude things at 11. Top speeds pushing 215 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Considering the rest of the grid, we have Norris, Oscar Piastri, Perez, Russell, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Richard Vasseur, Hauger, Gasly, Drugovich, Magnussen, Stroll, Bottas, De Vries, Ocon, Hülkenberg, Albon, Joe, and Logan Sargeant. And now it's time to head down to the track. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Joined once again by Anthony Davidson for this one. Ant, there's a lot of incidents on track recently for this driver. No one does that on purpose. It is part and parcel of racing, though. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen na de vorige race. Kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf pole position met Max Verstappen naast ons op P2. Strategie is hard medium, maar ik wil daar een verandering in brengen, want we willen graag op de zachte band starten en naar de medium toe gaan. Dat zou makkelijk kunnen. Kijken of we die stint ook kunnen gaan verlengen. Nemen wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Italië. Bijna iedereen staat op die harde band. Dus wij zouden het voordeel moeten hebben bij de start. Nou, eigenlijk wat we al lang weten van de engineer. Volgens mij zou het ook vandaag een bijzondere dag kunnen gaan worden. Dat wij, als ik dat goed zeg, voor de tweede keer in onze historie wereldkampioen gaan worden. Kan vandaag al in Italië. Het zou mooi zijn, dan kunnen we rivaal Ferrari extra pijn doen. En goed, eerst die start zien te overleven. En dan is de vraag, komen wij goed of slecht in onze positie terecht op de grid? Jazeker, 0,2 meter ervan af. Goed om te zien, nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 43 hier in Italië met onszelf op pole position. Max op P2 op die harde band. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Italië. Aflevering nummer 43 is... onderweg en komen heel goed weg. Zelfs zo goed weg dat Max al gelijk een achterstand heeft van ruim een seconde. Piastri op P3, Russell 4, maar wij schieten hier gelijk door. Had daar niet op gerekend dat we zo vroeg moesten remmen. Dat betekent dat Piastri naar P2 is gegaan, maar Max knokt zichzelf terug. Zit aan die binnenkant van de Australiër. P3 voor hem.
gehad naar Piastri, is nu inmiddels 15e. Komt door die fout van ons in de eerste bocht, maar gelukkig de start overleeft. Niemand geraakt en paars in sector 1, dat is goed om te zien. Piastri nog steeds op P2, Max kan er helaas niet langs in de openingsronde. Wij gooien de overtekenop aan. Wat kan Piastri hier op dit rechte stuk? Niet zoveel, kan er wel naar ons toe rijden. Het gat is 2/10 en wij laten... Ik zie geen paars in sector 2. Interessant. Max volgt op P3. Russell op 4. Verschoor op P5. Piastri komt er met een aanval. Max zit misschien te kijken, maar kan er niet voorbij. En wij duwen daar Piastri helemaal wijd. Dat betekent dat Max naar P2 is gegaan. We zitten in ronde nummer 2 van de race. Wij proberen al de slipstream te breken. Als dat kan. Wat kan Verstappen hier aan de buitenkant? Niet zoveel. En weer schieten wij door in de eerste bocht. Maar goed, dit keer niet zo erg als de openingsronde van de race. We behouden gewoon de leiding in de wedstrijd. Russell op P3 heeft Piastri te grazen genomen. En wij laten paars in sector 1 noteren. Zitten we einde ronde nummer 2 als wij ook paars in sector 2 hebben genoteerd. Max op P2 op 15 probeert een aanval te doen, maar kan er niet langs. Gele vlag omdat er iemand gaat uitvallen. Volgens mij is dat Sergio Perez. Die daar gaat stilvallen op het circuit. En Max is er voorbij. En hij laat ook de snelste race ronde noteren. Wij kunnen misschien hier terugkomen met de snelheid van die zachte band. Gaan wat naar rechts toe om Max af te knijpen. En wij behouden gewoon de leiding. In de derde ronde van de race. DRS is ook beschikbaar gesteld door Race Director. De eerste uitvaller heet dus Sergio Perez. Ik denk met een motorisch probleem. En wij laten weer paars in sector 1 noteren. En als we hier een herhaling zien van Perez, die hier is uitgevallen, 0 punten voor hem. Hij reed al niet in de punten, maar goed, toch is het pijnlijk voor de Mexicaan. En moet hij wel oppassen, want hij gaat naar rechts toe. Daar staat een Marshall. Moet daar even oppassen voor de concurrentie. En zo parkeert hij zijn auto. En is het einde wedstrijd voor hem. Dit is ronde nummer 4 als wij de snelste race ronde hebben laten noteren. Max probeert aan te vallen aan de buitenkant. En zit hier wel aan de binnenkant. Zit daar goed. Maar wij remmen wat later dan onze teamgenoot. Zo behouden wij nog steeds de leiding in de race. Piastri volgt op 1,7 seconden. Russell volgt op 2,1. Rijdt tenminste op die zachte band. Nu is het een prima race voor ons met de snelste race ronde punt. Dat zou goed zijn. En we zitten in ronde nummer 5 van de race. Als daar ook Piastri zich meldt. Voor de leiding. Probeerde het daar, maar kon er niet langs. Wij moeten weer terug aanvallen bij Verstappen. Ga naar binnen voor de mediumband. Daar aan de binnenkant kijken van ons teamgenoot voor de leiding in ronde nummer 6. We remmen als laatste. Zo pakken wij P1 weer af. Schieten wel door. Dat kan betekenen dat Verstappen hier achterlangs kan terugkruisen. Jazeker, maar wij hebben nog steeds die snelheid van die zachte band. Max kan er niet langs. En moet het zometeen gaan proberen tijdens de pitstops. Of hier dan, misschien aan de buitenkant. Wordt nu een binnenkant voor hem. Zit er naast, maar wij remmen gewoon wat later. Max moet het gewoon veilig houden. En Max is ons gepasseerd en wij duiken naar binnen voor de mediumband in ronde nummer 6. Een vroege pitstop voor ons, want ik wil graag proberen die undercut te slagen. En ja, we reden al niet goed op die zachte band. Ja, dan maar naar binnen en kijken wat we dan kunnen doen met nog 12 rondes te gaan in de race. P3, een goede pitstop en komen terug als laatste op de baan.
Ze hoeven dus nu niet meer naar binnen te duiken. Een uitvaller dus, Sergio Perez. En wij schieten hierdoor vanwege die koude banden. Betekent dat we extra tijd verliezen naar Verstappen toe, die nog naar binnen moet. En ik ben trouwens benieuwd naar welke band hij gaat, want hij is op hard gestart. Komen we daar Valtteri Bottas en Guanyu Zhou tegen. We kunnen misschien proberen aan te vallen bij de Finn. Hier aan de binnenkant, jazeker. En Zhou schrikt van ons en blokkeert. En wij pakken gewoon mooi twee auto's in één bocht. Met paars in sector 2 en groen in sector 1. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 9. Als we daar Nyck de Vries hebben, komen we van ver. En lukt dat? Jazeker, dat lukt. Kleine touché met onze landgenoot. Maar zo pakken wij wel P16 en verliezen wij zo min mogelijk tijd naar Verstappen toe, die in gevecht is met Lando Norris. Norris aan de leiding, Max op P2. En Verstappen is naar binnen gedoken in ronde nummer 9. Gaat denk ik naar de mediumband. Op 10 rondes te gaan in de race. Wij moeten denk ik gewoon voor Max weer de baan opkomen. En Carlos Sainz rijdt door. Ocon naar binnen, Magnussen naar binnen. En Max is ook naar binnen. Wij laten het snelste race ronde noteren. En komen dus mooi voor Verstappen weer de baan op. De undercut heeft gewerkt. Nu is het met nog 9 rondes eraan wegrijden van Norris en Verstappen. In ronde nummer 12, als dat wegrijden wel is gelukt. Denk ik. Was even gelukt, helaas nu niet meer. Gat is nu 2/10. Met nog 7 rondes eraan in de race. Norris probeert het aan de buitenkant, kan er niet langs en wordt geblokkeerd door ons. Het is fel, maar dit gaat wel voor het wereldkampioenschap. Zitten we zometeen in ronde nummer 13 van de race. En daar kijkt nog eens aan de binnenkant. Is er nog niet voorbij, want wij gooien de overtakeknop en blokkeren hem hier. En hij kan er niet langs. Max volgt op ongeveer 3,6 seconden. Dit in ronde nummer 15 van de race. Als Norris het daar opnieuw probeert aan de buitenkant. En is er voorbij en pakt de leiding af. Maar gaat hier die binnenkant verdedigen. Niet slim, want wij kunnen hier gewoon terugkomen bij hem. Wel een touché. Wel een touché met Norris. En wij moeten die eerste bocht helaas wat afsnijden. Dat betekent dat Norris weer terug heeft verwezen naar de tweede plek. Hij is nog steeds aan de leiding. Norris probeert het aan de buitenkant. Wordt geblokkeerd. Zit er wel naast. Flink afgeknepen. En zo behouden wij de leiding in de 15e ronde van de race. Volgt zo meteen dat DRS hier gedeelte. Wij hebben een overtake gelukkig aanstaan. Wat kan Norris hier doen? Niet zoveel. Max kijkt ook mee. Maar kan daar ook helaas niet aanvallen. In ronde nummer 18 van de race. Als Verstappen Norris is voorbij gegaan voor P2. Probeert nu voor de leiding. Maar zit wel aan de binnenkant te kijken. Maar wij proberen laten remmen. Is ook gelukkig gelukt. En zo behouden wij de leiding. Met nog ongeveer 1 ronde te gaan in de race. Max kan hier wel terugkomen. Want hij heeft hier de snellere band. En de slipstream en overtake. En probeert ons aan te vallen. Zit nog aan die binnenkant. En Max, ja, zit daar nog steeds en pakt de leiding af in zometeen de laatste ronde van de race. Wij kunnen terugkomen bij hem met slipstream. Hebben helaas geen DRS. Norris zit ook aan te vallen en pakt ons voor P2. Maar wij remmen heel laat naar die twee rijders toe. Wissen daar op een haar na Verstappen. En dat heeft ervoor gezorgd dat Norris en Max nu knokken voor P2. Hebben blijkbaar dus toch Verstappen geraakt. Met een waarschuwing. En moeten dit nog alleen maar even zien vol te houden. Wat kan Lando Norris nog doen in deze laatste ronde van de race? Wat kan Verstappen? Norris wordt geblokkeerd. Kan er niet langs. Max moet nog even kijken wat hij kan doen. Zometeen volgt nog twee rechte stukken.
betekent dat wij dit met hand en tand moeten gaan verdedigen tegenover die twee rijders. Dan volgt zometeen hier dus het DRS gedeelte voor de laatste keer. Wat kan Lando Norris? En pakt de leiding af. Maar wij knijpen hem hier helemaal naar links toe. Dat betekent dat Max naar P2 is gegaan. Moet daar even oppassen. En zo ja, krijgt Max gewoon P2 cadeau van ons. Wij moeten er even zien vol te houden, want daar komt Verstappen. Wij gaan in verdedigingsmodus. Max kan er niet voorbij. En als ik het goed zeg, betekent dat wij voor de tweede achtereenvolgende keer wereldkampioen zijn geworden. Pakken hier onze tweede wereldtitel. Goed gedaan. Max op P2, Norris 3 en is het op naar de volgende wedstrijd. Yes! Yes! We've done it! That is the world champion right there. Well done! It's certainly been an incredible year for Formula One and our drivers have pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Anne. How do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van deze wedstrijd, dat betekent dat wij wereldkampioen zijn. Met die overwinning Max naar P2, Norris 3, Tsunoda 4, Piastri 5. Russell pakt er zelfs raceronde. Eén uitvaller, Perez. En wij krijgen driver of the day. Maar het belangrijkste is dat wij die titel binnen hebben gehaald. Max nog in gevecht voor P2. Hakkinen blijft dus tiende. En wij ja, zijn eigenlijk ook een constructeurskampioen, want ja, niemand kan ons meer achterhalen. Maar ik ben heel blij dat Verstappen P2 is geworden, want eindelijk heeft hij een podium voor ons. Had twee wedstrijden geduurd, heeft hij toch goed gedaan. Rivaal breakdown, plus 6 voor mij, plus 2 voor Sainz. In zijn Las Vegas kostuum. Dat betekent dat wij de rivaal hebben gewonnen met nog twee wedstrijden te gaan. Goed gedaan, super. Team acclaim is ook gewoon goed. Blijft gewoon steady tussen Max en mijzelf. Dat is goed om te zien. Helaas hebben wij van één sponsor niet het doel behaald. Toch nog $1,12 miljoen erbij gekregen. Geen schade gereden. $125.000 erbij. In totaal op de bank $8,35 miljoen. Moet even doorsparen. Dan kunnen we het contract met Max gaan verlengen voor volgend seizoen. Tot nu toe is het ja, gewoon geweldig wat hij heeft gedaan. Tweede, dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Grand Prix content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. In december ook op de woensdagen een video. In januari gaan we weer terug naar het reguliere schema. Dus goed, nog niet geabonneerd. Gewoon even doen. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.